Ja, dat kan. Op deze drie manieren. De veestapel moet kleiner. Dat betekent dat we in Nederland minder varkens en koeien en geiten en kippen opgesloten moeten hebben in stallen. Want al die dieren bij elkaar zijn verantwoordelijk voor enorm veel CO2-uitstoot. Voor heel veel stikstofuitstoot die onze natuur verschraalt. En het is een groot gevaar voor onze volksgezondheid. Met allerlei ziektes die deze dieren met zich mee kunnen brengen. Boeren moeten een eerlijke prijs voor hun producten krijgen. Boeren zijn vakmensen die met liefde hun werk uitvoeren. En wat we nu zien is dat ze een schijntje krijgen voor alle producten die ze verkopen. En dat die grote supermarkten ze met woekerwinsten verkopen. Dat moet stoppen. We investeren in duurzame landbouw. Want we weten al lang dat je goed kunt boeren zonder schade aan mens, dier en natuur. Onze boeren zitten nu klem. Ze moeten wel groeien en vervuilen om een fatsoenlijk loon te verdienen. Maar dat hoeft niet. Het heeft te maken met politieke keuzes. We helpen boeren om te schakelen naar een duurzaam bedrijf. In samenhang met de natuur.